dat. Zo, ik ben live. Goedemorgen. Nou, ik zie wel. Ik zie hier al vijf poppetjes staan, maar ik kan nog geen namen zien. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is weer zondag, 23 januari, 10 uur. En we gaan dus weer live met een manuscriptkaart. Helaas zijn de pakketjes daarvan uitverkocht, maar ik weet dus dat een heleboel van jullie het papier zelf hebben. En het is van Maya Design, de Denim & Friends. Dus ik dacht, ik maak ook even een lijstje met alle gebruikte materialen en maten. En dat is dus dit lijstje. Dit is, ik heb dit dus geüpload in bestanden op mijn groep Castella Creatief. Daar kunnen jullie dat vinden. En daar staan de maten bij. Je kan natuurlijk andere kleuren gebruiken als je dat wilt. Maar goed, dan kun je in ieder geval zelf ook deze kaart maken. Goed, dat leg ik even weg. Goedemorgen allemaal. Een heleboel bekende gezichten. Goedemorgen. Dit is dus de kaart. En er zit dus nog een labeltje achter. Ik denk, we gaan maar beginnen. En ik zie wel wie er verder nog meekijken. Er moet nog een hoop gesneden worden. Heb ik expres niet voorgesneden. Want ik denk dan wordt het waarschijnlijk nog iets duidelijker. We hebben hier een basiskaart. En ik heb hier donkerblauw karton van Cardeco. Linnenkarton. Dit is de Goedemorgen allemaal. Hi. Dit is de gladde kant. De binnenkant. En deze kaart is 29 centimeter. Bij 14,5. Nou, die vouwen we gewoon dubbel. Ik heb de kaarten die in het pakketje zaten gesneden uit een scrapformaat vel. En dan snij ik altijd mijn papier zo, dat als dit dus zeg maar zo naar beneden hangt, dan kun je een mooie vouw maken zonder te rillen. Daar hou ik altijd rekening mee als ik kaarten moet snijden voor het pakketje. Nou, we maken hem even nog scherp. Dus we hebben nu 14 bij 14. Hierop komt een mat. En zoals jullie wel waarschijnlijk wel weten, heb ik nog een behoorlijk voorraad van het niet zo dikke papier wat vroeger Romac had. En alleen, ik heb het alleen in gebroken wit. Maar het is wel heel fijn papier. Nou, ik pak even mijn snijmachine erbij. En dit moet ik snijden op 14 bij 14 centimeter, want dat is de mat voor op de kaart. Nou, je zult zien, ik snij altijd hier aan de onderkant. Ten eerste vind ik dat makkelijker. En ik snij ook altijd, ik gooi mijn mes altijd omhoog. En ik snij altijd naar de stuit toe. Want dan kan nooit je papier scheef gaan. Als je per ongeluk niet goed vasthoudt. 14 bij 14. Nou, deze gaat weer even aan de kant. Verder heb ik dus wel de randjes beïnkt. Nou, ik heb hier nog steeds mijn oxide walnut steen. Dat is een beetje standaard bij mij. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè. Je kunt ook gewoon een andere bruine kleur nemen. Want het maakt niet zo erg veel uit. Goedemorgen iedereen die nog bij. Goedemorgen Trix. Trix, eventjes. Ik heb jouw bestelling helemaal klaar. En ik heb ook het elfje erbij gedaan. De doos is dicht. Er zitten twee facturen in. Zowel van het bijenpakket, zal ik maar zeggen. Die twee. En het andere. En dat gaat morgen naar PostNL. En dan zie je het wel verschijnen. Dit gaat dus hierop. En dat ga ik doen. Ik heb op dit moment even het tape van Elisabeth Kraft. De 6 mm. Want mijn scoretape is bijna op. Bijna uitverkocht. En ik had van Elisabeth Kraft heb ik ook een tape op voorraad. En dat is net zo goed. Dat maakt niks uit. Dus ik begin nu even met deze. Want dus als jullie een bestelling doen van tape. Zowel van scoretape als van Elisabeth Kraft. Dan maakt dat niet zoveel uit. Hooguit misschien de prijs. Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Nou. Oh ja, schaar. Nou, dit is dus het beginnetje. Even kijken dat de vouw aan de goede kant zit. Kijk, aan deze kant. Voor zekerheid doe ik dat altijd. Zo. En we plakken dus deze hierop. Als je dit gebroken wit niet hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon ander gebroken wit nemen. Maar ik vind wel even, anders wordt het zo erg blauw, dat je dit moet afwisselen toch met een... Kijk, want als ik hem hier neerleg, dan heb ik hier dus het gebroken wit onder en onder het plaatje heb ik het gedaan. En verder dus niet. Dat... geeft toch een beetje een vrolijker gezicht, vind ik. Goed, nou dan gaan we hierop dus het streepje. Ik heb in dit geval het streepje genomen. Dat is dit streepje. De andere kant heeft dus, sterretjes. Maar ik heb het streepje genomen. Nou, dit was 14,5. Wordt dit. Dus dan gaan we weer. Oh, ik zal even met dit opschuiven, want dan zit ik net een beetje in beeld. 13,5. Dat gaat eraf. En ik moet ook zeggen dat dit strookje, wat eraf komt, waar de streepjes ook van boven naar beneden lopen, heb ik bewaard, want dat is straks nodig voor deze pijltjes. Goed. Gaat hij weer. Eventjes een beetje met inkt langs. Oh, ik denk dat ik een beetje erg uit beeld ben. En dat heeft te maken met... Ik zit hier te kijken in spiegelbeeld. Goedemorgen allemaal die nog bij zijn gekomen. Ik ben er weer iets te laat, maar het lukte weer eens niet. Leuke kaart, Arja. Oké, okay, Arja, oké. Okay. Ja, sorry, maar... ik zeg meestal door de week al een keer... dan van... tot zondag 10:00. En op YouTube. Ik hoop ook dat jullie allemaal een goed beeld hebben... ja, natuurlijk, jullie hebben een verjaardag, hè? Gefeliciteerd met jullie zus, Dick en Martin. Leuk. Ik had van de week heb ik ook even naar een live zitten kijken en die was wel weer op Facebook. En toen zag ik de mensen reageren van het beeld wordt wazig. En dat is eigenlijk heel erg jammer, hè? Want... dat is ook de reden waarom, denk ik, een aantal mensen ook op YouTube meteen live gaan. Nou, eens even kijken. We laten het streepje wel van boven naar beneden lopen. Dus niet dwars, maar zo. En, want ik vind dat dus, dat is persoonlijk, denk ik. Dus je moet zelf weten. En voor hetzelfde geld maak je deze kaart. Dan heb je helemaal geen streepjes papier. Maar heb je een stippeltje of wat anders. En dus dan maakt het niet veel uit. Maar in dit geval... ik moet eventjes mijn prullenmand een beetje hier zetten. Want ik leg mijn snijmachine er steeds op. Goed. Nou, dat is dus deze. Nou, heb ik in het verhaaltje ook geschreven. De mat is wit. 13,5. En we hebben een mat van 7 bij 8,5. Dat wordt de pocket... achter het plaatje. Dan hebben we een blauwe mat van 8 bij 8. En even kijken, wat gaan we nu eerst doen? Nee, we gaan eerst de strook doen. De blauwe strook van 13,5 bij 5. Dat zit hierin. Dat is dus dit stuk. En dit stuk is 15 centimeter. En dat wordt dus een strook van 5 centimeter...
bij 13,5 ook. Die is net zo breed als het streepje. Goed, dat is deze. Dan heb ik geschreven, dan komt daar dus een stuk op met een stippeltje. En het stippeltje is ook 13,5, 4,5. Nou, dat hebben we hier. Dit is het stippeltje. Dat wordt 13,5, 4,5. Zo. Zo. Nou, die gaan we eerst op elkaar plakken. Dus voor iedereen die het pakket heeft en mee wil doen, dan gaan we nu hier even weer met bruine inkt langs de randjes. Want er zit altijd zo'n witte rand aan het papier. En dan plakken we deze op de blauwe strook. Zo, Hetty van den Berg, goedemorgen. Ik ben er ook weer bij, gezellig. Ben je ook jarig geweest, Olga? Zegt de nee, Gea, ik moet nog jarig worden. Volgende week. Of eigenlijk deze week dus, hè, want het is zondag. Deze week ben ik jarig, maar daar doen we niet zo gek veel aan. Heb ik ook eigenlijk helemaal geen zin meer in. Mijn kleindochter is te logeren de hele week. Dat vind ik veel gezelliger. En de jongens die trakteren me dus met iets lekkers. Wat ze gaan maken. En verder vind ik het belangrijk dat het gewoon gezellig in huis is. Een goede sfeer. Hè, zonder narigheid. Iedereen het naar zijn zin heeft. En dan is het voor mij goed. Ik heb wel een hele mooie kaart al gekregen van een klant. Ik word altijd verwend. En ik waardeer het ook enorm. Maar ik doe er verder niet veel. Jongens, ik ben ook de jongste niet meer, hè, dat weet je. En dan zijn er veel belangrijkere dingen in het leven. Dat je gezond blijft. En dat je je beetje familie wat je hebt. Dat je daar in vrede mee leeft. Ja, de 27e inderdaad. Gelijk met Mozart. Ja, dat zeg ik altijd. Mozart was ook op 27 januari geboren. Ladies en gentlemen, ik neem even een slokje. Oh, ja, heerlijk. Daar kikker je echt van op. Hè? Had ik van de week ook gemaakt, hè? Kikkerkaart. Nou, er zijn dus bijna geen pakketjes meer van. Want ik had natuurlijk maar een paar. En ik moet nog even de knipvellen bijbestellen. Goed, we hebben dus de strook. En die gaan we opplakken. Nou, zoals jullie hebben gezien. Ik doe meestal alleen maar 2 strookjes tape. Want het is eigenlijk meer dan genoeg. Omdat ik ook altijd de tape even aanwrijf, pak die lijm gewoon heel goed. En nou, dan is dit meer dan voldoende hoor. Je hoeft echt niet de hele boel vol te kliederen. Dan gaat ook alles maar van krom staan. Want van lijm wordt ook, als je te veel lijm gebruikt, dan wordt ook je papier erg hard. Ik weet niet of jullie het wel eens gemerkt hebben. Nou, dan leg ik hem even recht op mijn mat. En dan een klein beetje op het oog in het midden. Zo. Ik heb hem dus van dat lijntje naar dat lijntje zo. Nou, volgens mij ligt hij keurig recht. Ik kijk op de lijnen op mijn mat. En hij zit. Zo. Nou, goed. Volgende fase. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we een vierkantje. En dat is een vierkantje van 8 bij 8. Nou, dat moet ik weer even snijden. Daar hebben we dus dit stuk nog voor. En dat wordt 8 bij 8. En waarom is dat 8 bij 8? Het papier wat erop komt, dat komt uit een blokje van 15,2. Nou, dan rond ik dat naar beneden af naar 15. En dan weet ik, als ik dus uitga van een vierkantje van 7,5 bij 7,5, dan haal ik uit zo'n velletje voor 4 pakketjes een vierkantje. Dat is de hele reden waarom ik deze maat heb aangehouden. Nou, dit is 7,5, 7,5. Die komt dus op een mat van 8 bij 8. Zo simpel is dat. Dit leggen we even weg. En dan hebben we hier 8 bij 8. Want als jullie ook wel eens, sommigen van jullie die hebben ook een groepje.
of een clubje. En dan maak je ook wel eens pakketjes voor van een bepaalde kaart. En dan weet je wel, je hebt altijd een hoop verlies. Nou, en om dat verlies zo klein mogelijk te maken, kijk ik altijd naar wat ik moet snijden. Allebei deze week jarig. Ik de 25e zijn Jolande. Dat is leuk. Dat is dus dinsdag. Nou, ik donderdag. En donderdag, zoals ik wel eens gezegd heb, is hier altijd markt voor de deur. En ik word altijd door de jongens verwend. Met nootjes, met kaas. Met van de bakker altijd lekkere hapjes. En nou ja, af en toe bij de visboer dan krijg ik wat korting. Dus ik ben benieuwd. Dat is altijd heel leuk. En dat heeft te maken met het feit dat ze bij mij naar het toilet mogen. Omdat het ontmoetingscentrum, dus het buurthuis hiernaast, twee deuren naast mij, is dan nog niet open. En ik zit dan om 6:30 beneden. En de jongens gaan al om 6:00 opbouwen. Nou moet ik even kijken, want ja, nou is hij wel goed. Nee, ik denk dat ik mijn... ja, zie je wel. Ik ben mijn streepje vergeten. Hij is... deze was nog niet op maat. Dat had ik gedacht. Kijk, ik leg hem even op een mat. En dan moet even dat... die 2 mm eraf. Van die 15-2. Zo. Dat is weg. En nu is die wel goed. Praten en breien, hè? Nou ja. Zolang je het eraf kan halen, is er nog niets aan de hand. Zodra je het aan moet plakken, dan is het erger. Toch? Goed, ik kijk ondertussen nog eventjes. Mama, vind je kaartjes superleuk? Dat vind ik heel fijn, Desiree. En, oh, Mart, doe je mee, Martin? Oh, gezellig. Wat leuk. Ik ga toch niet te snel? Denk het niet, hè? Je bent ervaren, dus... daarom doe ik het allemaal tape, want dan heb je ook alle tijd om dat te plakken. Of misschien gebruik je wel lijm. Hè? Goed, oké. Okay. Sorry. Zo, dat is er ook weer uit. Dat heb je als je koffie drinkt. Nou, die gaan we dus eventjes hier plakken. Die zit dus, zeg maar, ietsjes... Ja, ik had misschien hem iets lager moeten doen, maar dat komt er niet zo nauw op aan. Want ik kan hem ook iets hoger doen. Dan gaan we dat zo doen. Ook met tape. Ik blijf voorlopig even met de tape aan de gang. Zo. Zo. En dan leg ik dat dus dwars, zodat de tape hierop komt. Want dit is wat dikker. En nee, hij moet zo, want hij moet dus hierop. Hij moet zo. Nee, hij gaat zo. Ja, in de... Nou ja, je kan natuurlijk ook aan alle kanten tape doen, hè. Maar goed. Ik vind het niet nodig. Eeuw, hier blijf jij. Nou, ik doe hem ongeveer hier. Dat is op iets van een halve centimeter, iets meer dan een halve centimeter... Vanaf de zij- en de bovenkant. Komt er ook niet zo nauw op aan, hè? Goed, dat hebben we gedaan. Dan krijgen we dus de mat. We krijgen hier onderaan nog een stukje. En we krijgen het plaatje. Nou, dat stukje onderaan, dat had ik geschreven. Dat is een stukje van 5 bij 3 centimeter. En ik heb een mat van 6,5 bij 8. En die moet ik eventjes apart houden. Dat is dit. Dit moet dus worden 6,5 bij 8. Want dat is voor het plaatje. Nou kan het zijn dat het plaatje wat kleiner is. Dus dan moeten jullie de mat aanpassen. Maar dit is dus 6,5 bij 8. Zo. Dat is die. En die gaat op een mat van 7 bij 8,5. Dat is mijn machine weer. 7 bij 8,5. 8,5. Oeh. En dat wordt 7. Nou, dat heb ik net.
Kijk, zie je? Dat past precies. Dat is dit. En die leggen we even apart. Dan zit er nog in het zakje, los, een label. En dit is het stukje voor beneden. Nou, dat zijn de plaatjes, die kunnen we daar naartoe. En dan hebben we dus nog iets te weinig voor dit. Dit stukje. Dit komt dus hier beneden. En dat moet op een stukje blauw. Goed. Nou, wat doen we als we dus niet genoeg hebben? Want dit stukje is te weinig. Nou kan ik zeggen van, ik pas het aan, maar ik wil deze breedte, want het is een stukje van 3. Even kijken hoor. Van, nou, 2,5 bij 4. Dus er moet, sorry, verdorie, er moet dus een stukje blauw onder van groter. Nou, wat doe ik? Ik heb niet genoeg hier, maar hier komt een plaatje overheen. Dus ik haal hier een stukje blauw uit. Tenminste, even kijken, wat heb ik hier? Nee, die zijn voor de zijkantjes. Dat is dus voor die twee pijltjes. En hieruit, uit dit gedeelte, haal ik dus een stukje wat hier omheen past. Zo. Snap je? En dat wordt een stukje van, ik snijd er gewoon uit. Zo. Dan draai ik hem even om. Even kijken waar die opening is. Zo. Ik leg hem hierop. Ik doe een randje van op het oog 2 mm. En dan snij ik dat stukje even uit. Zo. En die gaat hier. Zo. Kijk, je kan het ook vastplakken natuurlijk, maar ik doe het maar een beetje zo. En dan. Hè. Zo. Nou, dat is eruit. Dit komt straks hierop. En daar gaat dus op een plaatje. Dus je ziet er niets van. Nou, even wat bruine inkt langs het kleine stukje. En dat doe ik ook even met tape. Zo. Zo los je dat dus op. Leuke stoere kaart, ja. Dat vond ik ook. Nou, het zijn dus, moet ik wel erbij zeggen, de sketches, die zoek ik eigenlijk altijd een beetje op Pinterest. En dan kijk ik even van, kan ik er wat mee? En dan neem ik de basis en dan kijk ik in mijn papier wat ik heb. En als het dan niet klopt, dan pas ik het aan. En klopt het wel, dan neem ik het zo over. Kijk, we hebben hier dus het stukje wat hier komt, hier beneden. Gelijk met de kaart. Want dan komt dus dit straks hier. Een beetje die kant op. Dus kijk, dit wil ik hier hebben. Dan komt dit dus hier. Zie je? Heel simpel. Nou, die doen we ook weer tape. Dus. En hier tape. Zo, nou, ik leg hem er weer even op, want ik wil gewoon dit hier ongeveer hebben. Zo, en dus, oh, zit een beetje scheef, zie ik. Nou ja, vooruit, voor deze keer. Dan haal ik die stukjes er even af. En dan zeg ik van, ik wil hem dus hier hebben. Zo. Dat zit. Nou, dit wordt dus de pocket. En dat betekent dat we aan 3 kanten tape gaan doen. Ondanks dat het dun is, dat papier.
maakt dat niet zoveel uit. Want er komt nog een plaatje op en er komt nog een mat en er komt nog een blauwe mat op. Dus het wordt al met al stevig genoeg. Zo, en dan aan één kant deze kant. Zo. Wel een klein beetje zoveel mogelijk naar de buitenkant blijven. Zo. Nou, die gaan we dus hier plakken. Zo. En even kijken. Ik denk dat ik hem zo neerleg. Ja. Zo. Nou, jullie horen de winkelbel, want mijn zoon heeft boodschappen gedaan. Dus die komt net heel voorzichtig binnen. Maar dat hoeft hij niet te doen hoor. Want ik weet het, dat het niet erg is, al die geluiden. Dat hoort erbij, hè. Zo. En dan hebben we hem eraf. Goedemorgen gewoon. Ja, hoor je? Hij zegt ook goedemorgen. Nou, hij gaat naar boven toe. Hij heeft de boodschappen gedaan. Dat is wel heel fijn hoor. Nou, kijk. En dan gaat hem doen. Hij gaat erop. Hoe breed is dat stukje? Wacht even. Bedoel je dit kleine stukje? Dat kleine stukje... Dat is 3 centimeter breed en 5 centimeter lang. Staat dus hier ook in deze beschrijving. Dus als jullie op mijn groep naar bestanden gaan, dan kun je daar dus downloaden. En ik had begrepen dat niet iedereen Word kan openen. Dus ik heb hem in Word en in PDF, zag ik, als ik het goed zeg. Ja, lief, hè, dat mijn zoon. Ja, mijn zoon die... Ja, die is een beetje, ja, een vorm van mantelzorger, laat ik zo zeggen. Niet helemaal, maar hij woont dus definitief bij mij. En hij kookt en doet de boodschappen. Hij heeft 's morgens nog zijn eigen werk bij de krant. En ja, en we hebben op een gegeven moment een afspraak gemaakt dat hij dus definitief bij zijn moeder blijft wonen om dat te verzorgen. Nou, hoe goed kun je het hebben? Hè? Nou, en mijn jongste die woont ook nog bij me. Want die peest dus op een eigen huis. Maar ja, zoals iedereen weet, dat valt niet mee. Heeft hij eindelijk het inkomen voor een fatsoenlijke hypotheek, dan is er geen huis. Nee, dus alles maar, nou ja, en alles bij moeders. En alles in behoorlijk goede harmonie. Want dat is ook heel belangrijk. Goed. En dan heb ik dus nog vandaag, of de hele week geloof ik, blijft ze, mijn kleindochter, te logeren. Want die is dan weer een weekje bij de vader. En dus dan neemt mijn zoon vrij van zijn werk. En dan brengt hij er naar school. En nou ja, het is allemaal wel gezellig hoor. Er passen veel makke schapen in een hok, hè, zegt het spreekwoord. Dus zo doen we dat gewoon. Want je laat toch je kinderen niet op straat staan, hè? Als ze zonder huis komen te zitten door scheidingen en alles. En dan is het gewoon roeien met de riemen die je hebt. Nou, en we komen een heel eind, hoor, met het roeien. Yes. En ik heb natuurlijk gelukkig mijn winkel, mijn hobby, hè? Mijn filmpjes die ik maak. Ach, wat wil je nog meer? En ik ben gezond. Dus, ik ben een gelukkig mens. Dan heb ik nog een hele lieve hulp in de week. Die ik echt nodig heb, hoor. Dat wel, dat geef ik eerlijk toe. Ik kan echt niet meer alles. Maar het gaat allemaal prima. En nog een heleboel lieve klanten en kennis en vrienden om me heen. Die ook een steentje bijdragen. Nou, kijk. Met al dat gekletst is onze kaart zo goed als klaar. Bijna. Nou, dan hebben we hier dus het label. Daar heb ik geen tekst op gezet. Want dat is iets, dat moet je gewoon zelf doen. Nou, die hoeven we alleen maar simpelweg op elkaar te plakken. En dat doe ik wel even met lijm. Zo. Dat vind ik dan even makkelijker. Vanwege deze randjes hier. Zo.
En die komt dus uit die set van de Studio Light. Die label set. En, dat vind ik inderdaad, die gebruik ik veel. Dat vind ik wel een fijne set. Verder ben ik niet zo heel erg gecharmeerd van die Studio Light mallen. Want het is allemaal zo eenmalig en vaak al achterhaald, de modellen. En dan zit er een kleine verandering aan. Denk ja, wat ik zelf heb, dat lijkt er een beetje op. Dus ik pas het wel aan. Maar goed, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat niet hebben. En voor die is het heel fijn. Dan hebben we hier nog een stukje. Nee, niet waar. We hebben een streepje. En dan moet ik eventjes heel goed kijken waar mijn streepje is gebleven. Want dat is natuurlijk in die tussentijd waarschijnlijk in de vuilnisbak beland. In mijn enthousiasme. Even kijken. Ik zie het hier niet. Ik zie het hier niet. Dus het moet hier ergens. Want dat hadden we bewaard, hè, dat streepje. Ah, nee. Nee. Even kijken, niet onder mijn toetsenbord. Nou, dus, dat wordt toch eventjes kijken. Oh, ik zie hem al. Natuurlijk, op de grond gevallen. Oké, we hebben het in ieder geval. Zo, even bukken. En hier is mijn streepje. Want, dat moeten twee pijltjes worden. Kijk, dat zijn de plaatjes die over zijn. Dit even allemaal aan de kant. Ik zou hier aan de zijkant dus die twee pijltjes doen. Deze. Nou, dan hadden we dus de pijltjes gezet op pijltje 5,5 bij 1,5. Goed. Dit is bijna 1,5. Maar dat laat ik gewoon zo. En dat wordt 5,5 centimeter. Nou ja, kan ik ook met de machine doen natuurlijk. Zo. 5,5. Dat is hier. Even kijken. Hier zit geen tekst. Dit is de 5,5 één keer. En de 5,5 twee keer. Goed. Zo. Nou, dan gaan we eerst eventjes een puntje tekenen. Potlood had ik ook meegenomen. Potlood. Ik doe dat meestal ongeveer op een centimeter vanaf de zijkant. Dus ik leg hem op mijn mat en dan is hier is die centimeter zo. Dat is dit. Nou, en dan kijk ik, dit is ongeveer het midden. En dan een beetje op het oog knip ik dus een puntje weg. Van het midden naar het streepje. Dat is één. Dat doe ik ook bij die andere. Ik leg hem hier op mijn mat. Dus tussen die twee dikkere lijntjes in, zeg maar. En dan hebben we hier die centimeter en hier. En dit is dan dit. Zo. En dan knip ik vanaf dat middenstreepje naar de punt. Zo, naar de zijkant. En dan hebben we de tweede punt. Dan nemen we dit blauw. Die stukjes die we over hadden. Kijk, die passen er net mooi op. Dus die plak ik erop. En dat doe ik wel ook met lijm. Zo. Kom op, joh. En luister naar de baas. Zo. En die gaat gelijk aan de onderkant, zo. Kijk, dat is één. Dan hebben we hier de tweede. Ik heb het idee dat ik een beetje verkouden ben. Ik kan me niet voorstellen, maar... Eventjes, zo. En ik heb nog een slok koffie staan. Dus die drink ik heel even op. Zo, ik moet door jou ook op mijn mat. Oh, ik meet door jou ook op mijn mat. Ja, dat vind ik zelf het makkelijkste.
die ruitjes die staan er niet voor niks. Ik vind het gewoon heel handig om het op mijn mat te doen. Nou, dan leg ik mijn liniaal. En dan heb ik ook nog een ander liniaaltje. Maar die heeft dus niet zo'n randje. Ik leg mijn liniaal zo. Je kan het ook met het liniaaltje doen van Nelly Snelle. Die bordenruler. Die heeft dus ook van die randjes. Maar die zijn toch iets te breed. Kijk, ik vind dat niet mooi. Dus ik doe een heel klein... even kijken hoor. Ik hoop niet dat ik met mijn haar in beeld zit. Zo, ja, dan toch. Even kijken, zo. Flintertje eraf. Hup. Goed, dat is één. Die kan dicht. Dan hebben we de volgende. Zo. En dat is dit, zo. Even een beetje. Zo. Klaar is Kees. Oké. Goed. Nou, hier moeten dus... deze moeten even lang zijn. Dus ik leg ze nu hier zo op. En dan moet hier nog een stukje vanaf. Zo, nou zijn ze even groot. Even lang. Eentje komt hier. Zo. En eentje... komt dus, zeg maar, een beetje hier. Zo. Als je nou vindt dat ze te lang zijn, dan kun je ze dus iets korter maken. Deze komt dus hier aan de zijkant zo. En die had ik dus een beetje... ja, er zijn allemaal verschillende plaatjes, hè. Dus je moet het een beetje aanpassen. En je kan ook zeggen, ik doe hem hier halverwege, wat je leuk vindt. Goed. Nou, als het goed is, zitten er dus ook nog twee splitpennen in. Maar die heb ik niet hierin zitten. Die zal ik even pakken. Want die heb ik wel in de pakketjes gedaan. Die splitpennen. En ik heb hier dus een tang. En mijn bakje met splitpennen. Zo. Want... ik heb dus van die splitpennen van Tim Holtz. En dat zijn net een soort schroefjes, schroefkoppen. Zullen we kijken. En dit is dan met een ruitje. Die vind ik wel leuk. En die heb ik hier ook. Even kijken. Deze. Zo. Gaan we die doen. Gaat daar naartoe. Dan knippen we even een gaatje. Zo. Niet te ver bij de, niet te dicht bij de hoek, want die pootjes van deze splitpennen zijn nogal lang. En kijk, die zijn lang. En dan wil ik niet dat ze er onderuit steken. Zo. Kijk, die zit. Dat is één. Nou, dit is die andere. Zo. En die gaat hierin. Zo. Pootjes open. Kijk, en dan druk ik hem altijd nog even op mijn mat. Goed plat. Dat die pootjes goed plat zitten. Nou, dan gaan we die dus hier doen. En die gaan we daar doen. Zo. Ja, ik vind dit zo. En dat is... nee, ik doe hem hier zo'n beetje. Nou, dan pak ik even foam tape. Van, wat had ik erin geschreven? Anderhalve millimeter. Want ik zet dus in met een potlood, zet ik aan de binnenkant dus de dikte van het foam tape. Dat vind ik wel zo makkelijk. Nou, dan gaat dit hier. En een gewoon stukje tape over het... splitpennetje. Even kijken waar mijn beginnetje is. Zo. Zo. Nou. Dit eraf. Dit eraf. Want hij komt dus over die pocket. Daarom gebruik ik even foam tape. Nou. Zo.
En die leggen we dus hier. Zo. Dan loopt dit mooi recht. Dat doe ik ook aan de andere kant. Dus een kort stukje foam tape. Hier. En de rest dus een stukje gewoon tape. Zo. Goed aandrukken. En de beschermlaagje eraf. Een beschermlaagje van de foam tape af. En dan kijk ik even, dan wil ik hem dus hier gelijk met de zijkant van de... En als je het... Nou, is meer geluk dan wijsheid, dan lopen toevallig de streepjes door. Maar dat heb ik niet zo bedacht, hoor. Dat komt toevallig zo uit. Zo. Nou, toen had ik ook nog een heel klein vierkantje erin zitten, maar dat heb ik dus nou niet meer. Want ik heb... Ik zal het eventjes van dit stukje doen, om te laten zien. Ik heb een fotohoekje, hè? Hier, fotohoekjes. Nou, ik heb hier nog een stukje met dat stippeltje. Dat gaan we dus doen. Dan heb je nodig een vierkantje van 3 centimeter. 3 bij 3. Zo. Dat snij ik even hier af. 3 bij 3. Het is natuurlijk de moeite niet. En die gaan we diagonaal doorsnijden. Eerst diagonaal. Nou, even kijken. Ik leg hem even een beetje hier. Zo, want dan zie ik het beter. Dan leg ik die punten op mijn mat. Want dan weet ik dat ik daar moet snijden. Zo, dan heb ik 2 driehoekjes. Nou, wat ik dus doe. Ik neem een liniaal. En... Ik neem zo'n ruitje. Wacht, ik neem even die zwart-witte. Die is even duidelijker. Ik neem 1,5 ruitje hier op mijn liniaal. En die snij ik hier weg. En dat leg ik hier ook neer zo. En dan haal ik dit eruit. Kijk, en dan heb ik een fotohoekje. Dus, ik doe deze. Ik neem ongeveer 1,5 ruitje op mijn liniaal. Zo. En dan leg ik deze kant neer. Ook zo'n beetje 1,5 ruitje. Dat snij ik weg. En ik heb een fotohoekje. Er zijn ook standjes van. Maar dit is net zo makkelijk. En nou doe ik het met het stippeltje. Maar ik had het op de kaart met het blauw gedaan. En in de pakketjes zat ook een stukje... Als het goed is, blauw. Kijk. Nou, en dan vind ik dat leuk om dat hier te doen zo. Nou, en doen we die andere daar op de andere kant. Zo. Die komt dus hier. Nou, en dat is het dus voor vandaag. Dit is hem geworden. Ik zal het even een beetje aan de kant doen. Dat gaat allemaal even hierin. En allemaal weer terug naar de andere tafel naast me. Zo. Nou, dit is alles wat over is gebleven. Niet veel. Dat hoeft ook niet. Kijk. Bijna hetzelfde. Alleen een ander plaatje. Nou, dit is hem dus. En ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. En dan laat ik even zien wat we volgende week gaan doen. Volgende week. Wat hebben we volgende week? Dan hebben we dus een... Hij zit dus los, hè? Een labelkaart. En die noem ik... Nou, dat is een label scrapkaart. Staat er ook bij. Alles op de foto ligt los. En dan gebruiken we dus de label van Marianne. De Slimline label. Ik heb een stukje tekst van de... De cirkelmal van Marianne. En restjes papier. Van het. Het paperpad. Geloof ik van de. Nou, ik ben het even kwijt. Maar ik heb hem op het moment niet meer. Nou ja, en dan. Met de plaatjes nog. Dus de Veellief-cirkel. Die gaan we volgende week maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga dus. De.
aantal pakketjes die we nog hebben, die ga ik weer in de webshop zetten. En dan zie ik wel weer wie bestelt. Ja, dat is dus volgende week. Nou, iedereen heel hartelijk bedankt voor het kijken. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag. Ik ga straks na 12 uur, ik ben dus niet meer in de winkel, dus jullie kunnen wel reageren, maar dan zie ik het dus wat later. Want ik moet een broek korter maken voor mijn kleindochter. Dus dat ga ik dan vanmiddag maar even doen. En dan wachten er nog huishoudelijke dingen, zoals de was. Die wachten ook nog op me. Dus ik denk, nou, ik heb nou een lekkere rustige zondag. Dat ga ik daar nu maar eventjes doen. En dan dankjewel allemaal. Ja, mijn verjaardag, dat komt best wel goed hoor. En nou ja, misschien heb ik van de week weer een brainwave. Dat weet ik niet. Maar het komt bij mij, dus jullie weten, het komt altijd heel plotseling op. En ik vind het altijd heel leuk als er dan toch nog mensen zijn die kijken. Nou, dit was het voor vandaag. Nogmaals, een hele fijne zondag. En geniet ervan. Geniet van elkaar. En we spreken elkaar volgende week weer. Doei doei!